Je kon er niet omheen. De storm die over Nederland trok leverde niet alleen gevaarlijke situaties op, maar ook een stortvloed aan nieuwsitems. Landelijk was de schade aanzienlijk. Treinen en vliegtuigen vertrokken niet en er vielen zelfs 3 doden. Maar hoe ziet de stilte na de storm eruit? Voorlopig is voorzichtigheid in de bossen geboden door nog altijd vallende takken. Ja, wat we inderdaad zeggen is van zoek nog even de plekken op waar je heerlijk wijd van je af kunt kijken. Dus de polder, de uiterwaarden of de hei. Want wij hebben gewoon nog even de aankomende weken echt wel nodig om de veiligheid te kunnen garanderen in het bos. Want als je nu over een wandelpad loopt, ja, dan kijk je over het algemeen voor je uit of naar de zijkant, maar niet omhoog. En juist boven je hangt het gevaar, want het kan maar zo zijn dat daar een losgebroken top van een andere boom in hangt. Ja, de Duivelsberg is bij Berg en Dool, die is hard getroffen. Daar zijn een heel aantal tamme kastanjes die langs de toegangsweg richting het pannenkoekenrestaurant staan. Maar ook een aantal beuken omgegaan. En dat zijn toch beeldbepalende bomen in een laan. Maar datzelfde geldt eigenlijk als je het hebt over de Mookse Baan bij Groesbeek, bij de Wolfsberg omhoog, de Heumense Rijlaan. Ook daar zijn best wel wat beeldbepalende bomen ertussen uitgeklapt. Ja, en in de bosvakken is ook wel wat gebeurd, maar dat is minder zichtbaar, zeg maar. Er zijn bomen omgevallen. In de uiterwaarden ook hele grote wilge populieren die omvallen of gewoon dwars door midden splijten. En dan zie je hoe sterk die natuur is, of die natuurkracht, hoe erg die kan huishouden. Ik ben heel erg benieuwd hoe de natuur zich nu weer gaat herstellen.